Minister Doski uit Irak wordt hartelijk ontvangen door minister Leers. Heet u echt van harte welkom hier bij ons? Beide ministers willen iets van elkaar. Leers wil 1300 afgewezen Irakezen op het vliegtuig kunnen zetten naar Irak. Maar Irak heeft wel een groter probleem dan Nederland. Volgens de laatste cijfers zijn 1,4 miljoen Irakezen op de vlucht. Die kunnen niet allemaal tegelijk een huis en een baan krijgen in Irak. Vandaag en morgen proberen de twee ministers dichter tot elkaar te komen. Minister Leers verwacht dan ook nieuws te hebben voor de Irakezen uit het tentenkamp in Ter Apel. Die hebben tijdelijk onderdak gekregen in een asielzoekerscentrum en wachten vol spanning op de uitkomst van de gesprekken in Den Haag. Er moet nieuw onderzoek komen naar het gebruik van geweld tijdens de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog tussen 1945 en 1949. Dat vinden drie vooraanstaande onderzoeksinstituten, waaronder het NIOS, het Nederlands Instituut voor Oorlogsstudies. Nederland stuurde na de Tweede Wereldoorlog militairen naar Nederlands-Indië om de onafhankelijkheidsstrijd in de kolonie te Dat gaat dan niet alleen over excessen, zoals dat noemt, die Nederlandse militairen hebben gepleegd. En er is ook van de Indonesische kant en onderling tussen Indonesiërs van alles nog wat gebeurd. En dat het totale overzicht daarover ontbreekt eigenlijk. En wat eigenlijk ook ontbreekt, is heel systematisch nadenken over hoe komt dat nou eigenlijk? Waarom gaan militairen of burgers in bepaalde situaties zo'n vreselijk gedrag vertonen? Volgens de instituten is het belangrijk dat naast Nederlandse ook Indonesische bronnen worden geraadpleegd. En ook moet duidelijk worden hoeveel slachtoffers er zijn gevallen tijdens die politionele acties. CDA-lijsttrekker van landen in nood te helpen. Zei IMF-directeur Christine Lagarde dat het speciale IMF-fonds om de financiële crisis te bestrijden is 456 miljard dollar toegezegd. Ze waren een symbool van gerechtigheid naar de volkenmoord in Rwanda. De volksrechtbanken, Takashas genoemd, 10 jaar lang werden daar verdachten van de genocide in 1994 geconfronteerd met nabestaanden van de slachtoffers. En het werk van die speciale rechtbanken zit nu op. Tijdens de volkerenmoord in Rwanda werden 800.000 mensen gedood. Er waren zoveel verdachten dat ze onmogelijk snel voor de rechter konden worden gebracht. Bovendien waren ook veel rechters vermoord. De regering besloot daarom in het hele land...